Goedemorgen. Ik ga vandaag naar Soest, want in Soest hebben we een keunen-event. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ben alleen wat te vroeg. Ik ben net in Amersfoort aangekomen. Dus ik moet een half uurtje wachten. Dus ik ga even kijken of ik ergens even wat kan drinken. Even een kopje koffie of iets dergelijks. En dan moet ik zo de bus naar Soest nemen. En dan word ik daar met een speciaal busje opgehaald voor het event. Het event is in de fabriek van Keunen zelf volgens mij. En we gaan volgens mij een rondleiding krijgen van de fabriek. We gaan haargel maken en dat soort dingen. Dus ik ben er erg benieuwd naar. Nou, ik moest vanochtend heel vroeg opstaan. Ik wilde eerder gaan vloggen, maar ik moest zo snel alles doen dat ik dat niet meer redde. Ik moest Noah heel snel afzetten bij een moeder die bij Noah in de klas zit, zeg maar. En daarna ben ik heel snel station doorgefietst. Ik heb hem ook opgemaakt in de trein. Dus ik hoop dat het een beetje goed uitziet voor vandaag. Nou, volgens mij valt het wel mee. Volgens mij wil het wel. Dus ik heb mijn make-up in de trein gedaan. Dat wilde ik ook nog filmen. Maar het was zo druk in de trein. Dus ik ben blij dat ik nu in Amersfoort ben aangekomen. Ik ga even kijken welke bus ik straks moet nemen. En dan ga ik die straks meenemen. Na Keunen ga ik trouwens nog door naar Amsterdam. Want ik heb, zoals jullie hebben kunnen lezen op de site, een aantal nieuwe gastbloggers. En Rosanne is voor mij naar Zenner geweest dan. En die gaat daar ook vloggen een stukje. En daarna gaan we elkaar even meeten. Gaan we sushi eten vanavond. Dus ik heb er zin in. We zijn net in groepjes ingedeeld en we gaan nu eerst een rondleiding door de fabriek krijgen. We hebben net een lijstje met wat we graag allemaal gaan doen. Dus ik ben benieuwd. We moeten witte jassen aan en mutsjes op volgens mij. Dus het wordt erg spannend. Het is verschrikkelijk. We zitten in een witte pak en een haarletje op omdat we echt een fabriek in gaan. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit. Wat nu gewoon direct de tubus in gaat. We gaan nu gel maken en we hebben allemaal ingrediënten voor ons liggen om gel te gaan maken. Dus kijk, het ziet er zo uit. Even kijken, allemaal. Volume creëren. Je kan ervoor kiezen om het te doen met een product. Nou, in dit geval zijn ze hard. En zeker voor het plaatsen van je pennetjes, zet je hem net even iets steviger vast, zodat het gewoon veel praktischer zit en draagt. Dus dit soort producten is echt wel heel erg fijn. Amsterdam, want ik kom net van het Keunen-event en we hebben nog even lekker geluncht daarna. En we zijn daarna weer met een busje naar het station gebracht. En nu ga ik richting Amsterdam, waar mijn gastplaats naar Zenner is geweest. En ik zal even wat beelden hieronder plaatsen van Zenner, waar je dus daar wat van meer kan meekrijgen.
En nou goed, ik hoop dat ik er met een half uurtje ben. En dan moet ik even op haar wachten. Maar dan ga ik mezelf maken door even naar een winkel of iets echt. En ik kijk wel even. Nou, wat is nou leuk aan Nederland? Het regenachtige weer natuurlijk. Ik hou er echt niet van. Ik loop nu richting het sushi restaurant waar we lekker gaan eten. Dus als het goed is, komt Rosanne daar ook. Nou, ik ben even aan het wachten in het sushi restaurant. Dus ik dacht van, is van handig om even te laten zien wat ik in de bodybag van Keunen heb zitten. Het wordt een beetje lastig filmen zo, dus ik hoop dat het een beetje goed gaat. Het is een hele mooie tas trouwens, een mooie filtertas. Hij is goed gevuld. Even kijken, als eerst zit er een Brilliant Gloss Spray in. Er zit een Mousse Shining Soft in. Er zitten wat persberichten en foldertjes in en dergelijke. Deze heb ik meegekregen. Dit is een zilver shampoo, want ik heb een beetje gelig haar van mezelf. En ik hoop dat die gloed een beetje weg kan gaan. Ik heb er een haarspray nog een keer in. Er zit een andere. Oh. Even kijken, er zit een salt spray in, een voor een beachy effect. Die heb ik nu ook op mijn haren gespreid gekregen. Ik moet zeggen dat het best wel wat volume geeft. Er zit een poeder in, dus echt zo'n volumepoeder. Oh, hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dit is een serum en dit is de D-Frizz serum. Dus ik hoop dat dit echt wel werkt voor mijn haar. Ik heb best wel frizzy haar af en toe. En dit is de gel die ik zelf gemaakt heb voor Noah. En volgens mij is dat alles wat erin zit aan producten. Oh nee, nog één product. Er zit nog een styling gel in. Dus dat is alles wat in de goodiebag zat. Ik moet zeggen, hij is aardig goed gevuld. En ik ga flink wat dingen testen. Ik ben naar een paar dingen wel heel benieuwd. Zoals deze, die zilver shampoo. Ben ik echt heel benieuwd naar. Ik ben nu nog even aan het wachten. En dan gaan we zo lekker eten. Lekkere sushi. Hoi. Hi. Nou, we zijn net teruggekomen sushi eten. Yes. En we gaan nu naar huis. We zijn helemaal verregend, want het regent echt dondershard. Ja, het is echt kletsnat. Je ziet ook wel mijn haar. Ik had een paraplu op, maar dat heeft niet helemaal geholpen. Nee. Ik had mijn haar helemaal mooi gedaan door Tom Sebastian hemzelf. Nou, er zit ook echt helemaal niks meer van. Maar het was echt een superleuke dag. We hebben echt superveel leuke dingen gezien. En ik heb echt een mega goodiebag gekregen die we net allemaal verdeeld hebben. Ja. Dus er gaan heel veel leuke nieuwe dingen online komen over Zenner en over Keunen en over van alles en nog wat. Dus daar ga je er binnenkort meer over zien. Ja. Het zat met een man heel leuk met ons mee te kijken, zag ik. Maar goed, we gaan nu allebei met de trein. We moeten allebei een andere trein hebben, maar gaan we naar huis. We moeten allebei twee uur in de trein, iets langer zelfs. Maar dat was wel laat. Ja, absoluut. Ik hoop alleen niet dat het in Groningen zo hard regent, want ik moet met de fiets. Oh, niks aan. Ik ben gelukkig met de auto. Wow, nou, dankjewel voor het kijken. Yes, tot snel. Doei. Doei. Nou, het zit me niet mee vandaag, want er is een auto op het spoor. Dus ik moet nu met bussen verder vanuit Zwolle. En ik had al een trein gemist en ik zou rond 8:45 thuis zijn. Nou, het is nu 9:30. Ik ben een beetje buiten adem, omdat ik heel snel moet lopen met de bus wil halen. Oh, er staan al heel veel mensen, zie ik. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik voor 9:30 of zo nu thuis ben. In plaats van 9:15.